Dag groep 4. Ik ga vandaag bij rekenen met jullie kijken naar blok 3, week 2, les 2. Naast je rekenboek pak je de volgende spullen voor je: 1. Je wisbordje en je stift. 2. Je mag ook je kralensnoer of kralenplankje erbij pakken als je dat fijn vindt. Ik denk alleen dat je deze les. Dat niet nodig hebt. Pak de spullen er even bij. Dan pak ik dat ook even. Oké. Okay. Wat gaan wij leren in deze les? Deze les gaan we leren hoe we plus sommen over het tiental gaan uitrekenen. En dit gaan wij doen op de getallenlijn. Als je even terugdenkt aan vorige week. Hebben wij dit al een keer met elkaar geoefend? Sommige kinderen zullen dit op het kralenplankje of op het kralensnoer gedaan hebben. Sommigen zullen dit hebben gedaan op de getallenlijn. En wij gaan vandaag dus echt oefenen met de getallenlijn. Kijk met mij mee naar opdracht 2. Bij opdracht 2... Hebben wij weer een getallenlijn. Teken deze op je wisselbordje. Wil je het filmpje even op pauze zetten. Dan kan dat. Oké. Okay. De som die wij gaan uitrekenen. Is 45 erbij 8. Wij hadden met elkaar afgesproken dat wij als eerste naar het tiental rekenen. Als ik 8 erbij moet doen en ik wil naar het tiental toe, dan moet ik uitkomen op 50. En nu ga ik nadenken. Als ik 8 Ga splitsen, is er dan een getal die ik kan vinden waardoor ik op 50 uit kan komen? Ik ga dit proberen met 5 en dan hou ik over 3, want 5 er bij 3 is 8. Nou, kijk met me mee. En wil je meeschrijven en af en toe even het filmpje op pauze zetten, dan mag dat. 45, daar tel ik 5 bij op. Dan kom ik uit op 50. Hé, hey, dan zijn we uitgekomen op het getal wat wij willen. Als ik 5 erbij op heb geteld, hou ik nog 3 over. Want die snoepjes, die wil ik niet vergeten. Want die moeten in mijn bakje er wel bij. Dus ik doe er nog 3 bij. Dan kom ik uit op 53. Wil je nou jezelf controleren of je genoeg erbij hebt gedaan? Dan tel ik de getallen aan de bovenkant bij elkaar op. Als ik 5 erbij 3 doe, kom ik uit op 8. Ik heb een stapje van 5 erbij gedaan en een stapje van 3. Dan weet ik dat ik genoeg erbij heb gedaan. Kijk met mij mee naar opdracht 3. Bij opdracht 3 heb je 3 rijtjes. En deze drie rijtjes ga je proberen uit te rekenen met de getallenlijn. Je hoeft bij deze opdracht niet 15 getallenlijnen te maken in je schriftje. Maar dit zou ik lekker op je wisbordje doen. Dan kun je hem daarna uitvegen. En dan heb je niet zes bladzijdes nodig voor een paar sommetjes. Als je klaar bent met opdracht 3. Ga je aan het werk bij opdracht 1. En opdracht 1, dat kennen we ook al. Dat zijn sommetjes waar iemand wat heeft verstopt. Wij moeten gaan kijken welk getal mis ik. Bijvoorbeeld de eerste. 45 is 40 erbij puntje, puntje, puntje. Ik heb al 40 snoepjes in mijn bakje. Daar moet ik er nog 5 bij doen om op 45 uit te komen. Kijk goed naar de getallen voor het is teken en kijk daarna goed wat je mist in het sommetje. Wat ga je maken? Je gaat maken opdracht 3 en daarna opdracht 1. Kijk als je het fijn vindt het filmpje nog een keer terug. Heb je nog een vraag en kom je er niet helemaal uit? Schrijf die vraag even op en dan kun je die later aan de meester van de juf stellen. Dan zou ik nu zeggen: groep 4, ga lekker aan het werk en veel succes!